Alex Pluktuin. Wij willen moestuintjes op gaan zetten, 10. Voor gezinnen of alleenstaanden. En daar kunnen ze dan hun eigen eten, gezond eten, gaan halen, zeg maar. En ook nog wat kippetjes erbij voor eitjes. Zodat mensen ook wat eitjes mee kunnen nemen. We gaan een stukje in de bloementuin voor deze mensen vrijmaken. En dan kunnen ze lekker met z'n allen in de pluktuin en in hun eigen volkstuintje kunnen ze werken en zijn. En wat voor soort mensen? Ja, soort mensen is een raar uitdrukking. Maar wat voor mensen hebben jullie nodig? Mensen die het leuk vinden om in de tuin te werken. En om eens wat van elkaar te leren bijvoorbeeld. Of mensen die een beetje in isolement zitten en daar graag wat aanspraak willen hebben. En we zijn natuurlijk ook een luisterend oor. En mensen met groene vingers. Ja, dat lijkt me... Ja, die het buitenleven erg waarderen. Maar gaat het nu om het tuinieren zelf of om de oogst? Allebei. En om het zijn, om daar te zijn. Om te genieten van de prachtige natuur en de tuin. En de bloemen natuurlijk. En ook dat je iets moet doen. Je moet eerst zaaien en dan pas kun je oogsten. Dus als je dat leert en je weet weer van verrek. Ik moet eerst gaan planten voordat ik inderdaad kan oogsten. Ja, dat is alleen maar mooi om dan daar weer mee verder te gaan. In je leven, toch? Kunnen jullie een beetje uit de voeten met dit bedrag? Jazeker. Ik denk dat we daar hele mooie dingen voor neer kunnen zetten. Ja. Ja, zijn we er heel blij mee. Dat wou ik vragen. Zijn jullie er blij mee? Heel erg blij. Heel leuk. Ja. Veel zin in.